Morgen wordt in Vismarkt 56 hier achter mij het tiende deel van de serie Hervonden Stad gepresenteerd. En doordat er nu aan restauratie wordt gewerkt, liggen er veel bouwsporen bloot en daarmee een stuk geschiedenis. Ik ben hier boven in het huis Vismarkt 56 en dit behoort tot de oudste stenenhuizen van de Vismarkt. Nou, er is in de loop der jaren ontzettend veel aan vertimmerd en nu is er dus weer een verbouwing aan de gang. Maar dit huis is in oorsprong 13e eeuws of begin 14e eeuws. En hier bovenin is nog een stukje van dat middeleeuwse muurwerk aanwezig. Dit is middeleeuws. Nou, dat is heel leuk, want dit was een raam naar buiten toe. Hier hing een luik aan. Dit zat er dus niet. Dat is later dichtgemetseld, omdat er een achterhuis aan is gebouwd in de 16e eeuw. Dit is dus de oude 13e, 14e eeuwse achtermuur van het voorhuis. En hier zit ook nog een spoor van een eerdere aanbouw. In de eerste helft van de 17e eeuw werd het voorhuis ingrijpend verbouwd en er kwam onder andere een nieuwe kapconstructie. Nou, dat is hier heel mooi te zien, want dit is nog een stuk van de middeleeuwse muur en daar hebben ze gewoon afgehakt en dit stuk 17e eeuwse muur er tegen aangezet op een erg slordige manier. Maar goed, ook veel balken die werden gewoon hergebruikt. Het pand kreeg bij die verbouwing in de eerste helft van de 17e eeuw ook een nieuwe voorgevel en een nieuwe zijgevel. En die zijn nog in grote lijnen hetzelfde. De bekende kaart van Haubois is dat de zijgevel van de Volkingestraat te zien. Nou, en hier, in deze kamer, is nog een stukje van de vloer die er toen werd aangebracht. Nou, en naar alle waarschijnlijkheid is die hele verbouwing uitgevoerd in opdracht van de toenmalige eigenaar, de uit Schotland afkomstige William McDowell. William McDowell behoorde tot de eerste professoren van de in 1614 opgerichte universiteit. Hij was van 1627 tot 1650 president van het Groningse krijgsgericht. In deze periode verrichtte hij regelmatig diplomatieke diensten in Engeland en woonde aan de Vismarkt. Hieraan kun je goed zien dat deze gevel uit de eerste helft van de 17e eeuw is. Dit was kenmerkend voor die tijd in Groningen. Deze zandstenen raamopvullingen in de vorm van een schelp. En dan een mooi kinderkopje erbij. En dan hier van die speklagen in de gevel.
Nou, McDowell die kon dit allemaal betalen. Waarschijnlijk door de goede verdiensten die hij had gehad als hoogleraar aan de universiteit. Maar ook doordat hij goed trouwde. Hij trouwde namelijk met de adellijke Bernardine van Frytema. En toen hij overleden was met een andere adellijke dame van de familie Albeda. Alleen dit is niet 17e eeuws. Zoals veel panden in de stad kreeg ook dit huis, Vismarkt 56, in de 19e eeuw een kroonlijstgevel. In de 18e eeuw werd er opnieuw ingrijpend verbouwd in het pand, enkele keren. En dit keer aan het interieur. En degene die er alles vanaf weet, dat is Taco Tel, de bouwhistoricus van de gemeente. Goeiedag. Goeiedag. Wat is dit voor fraais, Taco? Dit is een hele mooie trap uit de 18e eeuw. Omstreeks 1740, 1750. In Lodewijk de 14e stijl met al enkele kenmerken van Lodewijk de 15e stijl. Daardoor weet je ook zo precies het te dateren. Ja, dat is op grond van de stijlkenmerken de inschatting van de ouderdom. Ja. Nou, dat is leuk, want ik weet dat in 1727 het pand, dus het voorhuis, het achterhuis, dus het hele complex in handen kwam van de domineesfamilie Biruma. En als je zegt 1740, 1750, dan zou het een dochter geweest kunnen zijn van die Biruma, die hier toen met haar echtgenoot Jacobus Fruitier al woonde, denk ik zo. Maar zat hij ook zo in het pand toen? Dat is een lastige kwestie, aangezien het achterste deel van dit bouwdeel in de 19e eeuw enorm is verbouwd. Ze hebben zelfs de balklagen hoger aangebracht. Is de complete context van de trap niet meer behouden gebleven. We gaan ervan uit dat dit deel van de trap op zijn oude plaats staat. Dit eerste stukje? Dit eerste stuk. Maar dan verderop? Maar verderop naar boven toe. Dan moet je ineens via een kamertje en nog een kamertje naar de gang op de eerste verdieping. En dat is voor zo'n monumentale trap een wat wonderlijke routing door het huis. Deze gang is het resultaat van een volgende ingrijpende 18e eeuwse verbouwing. Ook in opdracht van het echtpaar Fruitier Biruma. Het was zo rond 1780 en ze namen een stukwerker in handen. De uit het graafschap Oldenburg afkomstige Johan Bernard Logeman. En die heeft onder andere dit gemaakt. Logeman was in Holland geschoold en had vanaf 1775 in Groningen voor 20 jaar het alleenrecht op het vervaardigen van stukwerk. In 1782 kreeg hij van dominee Fruitier een klus van 440 gulden. Logeman leverde prachtig werk af. Maar het was de dominee niet naar de zin. Het ging hem allemaal veel te langzaam en delen die hem niet bevielen, sloeg hij stuk met zijn degen. Dat uiteindelijk toch dit fraaie stukplafond tot stand kwam, dat kwam doordat Logeman een rechtszaak begon tegen zijn opdrachtgever. En dat was omdat Fruitier de stukwerker buiten de deur had gezet en zijn kalk tot metselspecie had verwerkt. Nou, Logeman kreeg van de rechter gelijk en die mocht zijn werk afmaken tegen de aanneemsom. Nou, en nu wordt er hard gewerkt aan de restauratie. Thank you.
Goeiedag, Lut en Renate. Hoi. Heel druk bezig weer met het plafond, hè? Ja. Ja, dit zat eerst onder het systeemplafond, heb ik begrepen. Ja, klopt. Dat was eerst helemaal niet te zien. Nee. Nee, en toen kwam dat er onderweg bij de restauratie en toen bleek dit fraaie. Ja. Zaten die kleuren er ook al op? Ergens wel, maar niet onmiddellijk zichtbaar. Door te krabben zijn die tevoorschijn gekomen. Ja, dus de klucht was, hè, of de grap is eigenlijk dat we moesten komen restaureren wat we zagen. En vervolgens bleek dat er iets anders onder zat dat veel interessanter bleek en ouder. Dit zijn de oudste kleuren? Dit zijn de oudste kleuren. Ja, dus eind 18e eeuw zullen we maar zeggen. Ja. En wat stelt het plafond voor? Want ik zie allemaal verschillende figuren. Ja, dit gaat over de vier elementen. Hè? Water, aarde, vuur en lucht. En het middenste gaat over iets des mensen, dus de fascus of fasces genoemd, een oud-Romeinse symbool. Hmm. En nou heb ik gezien, je hebt er dan al verf opgebracht en daarna ga je er nog weer een keertje overheen. En waarom is dat? Nou, dit is een veroudering, een patine die we aanbrengen om de diepte te laten zien van de lijst, de gipslijst en de bloemetjes en een eenheid aan te brengen met de kleuren. Ja, en dan hou je ook al rekening met dat je straks van een paar meter lager bekijkt? Ja. Ook, maar ook dat je er met je neus op mag komen zitten. Dat het tot in de puntjes helemaal is. Nou, er valt nog genoeg te zien wat nog niet in de puntjes is, nee. Dus dat proberen we buiten te maken. Ja. Nou, het wordt fantastisch. Ja. Prachtig. Onlangs promoveerde Johan de Haan op de Groninger interieurs uit de 17e en 18e eeuw. En daarbij verdiept hij zich ook in het stukwerk van Johan Bernard Logeman. Wat dus hier volop aanwezig is. En hij schreef een artikel voor Hervonden Stad deel 10 over Logeman. En daarom wordt dat boekje morgen hier, Vismarkt 56, gepresenteerd.